Vandaag bezoek ik een kerkdorp dat is vernoemd naar de berg Laverna in Italië. Dat geeft ook meteen het juiste vakantiegevoel voor de locatie die ik bezoek. Het is niet alleen een camping, maar er is ook een B&B gevestigd. En dat alles staat naast de drie lindenbomen, waar B&B bij de drie linden zijn naam vandaan heeft. Dit is B&B op Alverna. Het ziet er lekker uit, hè? Ja, heerlijk. En veel keuze ook bij het ontbijt. Ja. Wat is jullie favoriete, als je bijna naar een bed en breakfast gaat, wat vind je dan het lekkerste bij het ontbijt? Nou, ik vind altijd de variatie vind ik zo fijn. Allemaal verschillende dingetjes die je thuis neem je één sneetje brood 's morgens en hier neem je van alles. Ja, ja. Maar het is niet zo, het is nog niet compleet als er geen croissantje bij zit. Dat maakt niet uit. Heb je nou mag erbij. Voor mij niet. Maar dus gewoon brood mag erbij. Ja, en jullie hebben vannacht hier geslapen. Hoe is het bevallen? Nou, heerlijk. We kennen de bed en breakfast al. Ja. Dus we wisten al dat het heel goed zou zijn. Ja. Want dus, jullie zijn hier dus al vaker geweest. Ja, we zijn hier een aantal keren geweest. Zelfs toen het pas geopend was. En wanneer was dat ongeveer? Hoe lang is het? Een jaar of vier? Dus we wisten dat het goed zou zijn, maar het zijn heerlijke bedden. Ja? Dikke matrassen. En mooie badkamers. Ja. De kamers zijn ook mooi, ook ruim. Ja. Dus, en het ontbijt is goed. Het volgens jullie? Goed. Het ontbijt is goed. Ja. Maar waarom kom je terug? Je zit hier in een omgeving, daar heb je werkelijk alles. Je hebt hier de plassen, de Berendonk, je hebt de bossen, naar richting Groesbeek, bergje op bergje af. Mm-hmm. Ja, of heel mooi langs de Maas. Langs de Maas. Of langs de Waal fietsen. Jullie fietsen veel? Ja, we fietsen ook veel. Het kan wel tot een 60, 65 kilometer zijn. Per dag? Sinds we niet meer kunnen. Per dag. Regelmatig. Dat zou zijn, regelmatig. Ja. Een heerlijkheid, dankjewel. 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 Michiel, de drie linden. Waarom heet het de drie linden? Ja, de drie linden. Ja, hier staat eigenlijk maar één linde. Ja. Maar aan de Geitweg staan hier achter staan hier drie linden bij elkaar. En toen we begonnen eigenlijk met de camping, toen moesten we naam bedenken. Toen dachten we bij de drie linden, dat past eigenlijk perfect, laat maar zeggen. Dus we staan eigenlijk bij de ingang iets verder van de camping. Ja, ja. Want jullie hebben een camping, groepsaccommodatie en een bed and breakfast. Ja, en die bed and breakfast is volgens mij als laatste gekomen, of niet? Ja, klopt. Dus we hebben de camping zijn we al ruim 15 jaar mee bezig. En in 2012, we hebben eigenlijk nog een boerderij. Daar hadden we legkippen, daar zijn we mee gestopt en toen zijn we eigenlijk meer de toerisme ingegaan. Dus daar hebben we een vergunning aangevraagd voor de groepsaccommodatie Bed & Breakfast. En in 2015 hebben we die gekregen en toen hebben we eigenlijk helemaal van een oude schuur hebben we zelf helemaal omgebouwd tot groepsaccommodatie en Bed & Breakfast. Dat is dus deze? Dat is deze. De oude schuur die nu dus een modern nieuw gebouw is geworden? Ja, inderdaad. Ja, heel vroeger hebben hier nog dieren in gelegen, koeien. Maar later was het eigenlijk voor aardappelopslag. Ja. En daar hebben we zelf helemaal verbouwd. Dus daar hebben we ruim bijna 2 jaar eigenlijk over gedaan. En in 2017 zijn we open gegaan. Ja. En hoeveel kamers hebben jullie? We hebben 9 tweepersoonskamers. Dus voor de bed and breakfast die we verhuren. En dan kunnen eigenlijk van 4 kamers kunnen we 3 personen van maken. En de groepsaccommodatie, het is eigenlijk 1 gebouw. Dan kunnen we 30 personen maximaal slapen. Ja. Ja. En de kamers, kun je daar nog iets over zeggen? Wat we willen is, we hebben gewoon ruime kamers opgezet. En we hebben een beetje een basic gehouden, laat maar zeggen. Alle kamers hebben gewoon eigen douche. Dus dat is mooi. Ook alle meubels hebben we zelf gemaakt. Dus dat is misschien wel leuk om. Die zijn ingezet in elkaar gezet door een groep jongeren die een beetje weer in de maatschappij willen komen. Dus zo proberen we ook een beetje aan de maatschappij bij te dragen. Ja. Ja. En de bedden zijn dus goed, zei je al. Ja. Wat vind je nog meer fijn aan de kamer? Ja, dat ze zo ruim zijn. Ze hebben nu airco, dus dat is nog een pluspunt. Met de warmte is dat een pluspunt.
Ja, dat is zeker een pluspunt. Ja. Met deze warmte. We hebben nog een warme zomer. Ja. Ja. Misschien nog een kop koffie? Ja, een kop koffie. Nee, dank. Ik ook nog graag. Lekker, ja. En de fietsen, neem je die zelf mee? Kun je die dan overdekt ergens stallen? Mm-hmm. In de fietsenstalling. Die fietsen hebben? Ja. Bewaard, maar je moet hem toch aan de ketting leggen. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Je kunt ze binnen stallen. En ja, je kunt hier ook fietsen huren. Ze hebben zelf ook fietsen die je kunt huren. Ja. Ja. Handig. Ja, gewoon. Maar ja, als je even nou niet wil, dan kan dat dus gewoon. Ja. 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 Ideaal. Ja. Dankjewel, lekker. Dank je. Het is heerlijk, dankjewel. Ja. Ik kan wel denken zoals gewoonlijk. Wat maakt het dan leuk om een bed and breakfast te runnen? Nou, het leuke is dat je gewoon afwisselend werk hebt, dat vind ik. Dus ja, je bent overdag ben je gewoon heel afwisselend bezig. Dus na het ontbijt moet je helaas even schoonmaken, hè, dat hoort erbij. Ja, maar dan komen er ook weer nieuwe gasten. En we hebben natuurlijk ook nog een camping erbij en een beetje boerderij. Dus je bent gewoon heel de dag lekker bezig. Ja, dus dat maakt het wel leuk. Ja. Ja, want jij staat ook in de keuken. Ja, wij doen eigenlijk alles zelf. Ja. We zijn echt een familiebedrijf en we hebben eigenlijk ook helemaal geen personeel. Dus we doen gewoon alles zelf. Dus dat maakt het ook leuk. Ja. Dus 's morgens sta je eitjes te bakken. En bijvoorbeeld met Vierdaagse, dan koken we ook voor de mensen. En en dat doen we allemaal zelf. Ja, dus, Jeetje, dus je bent kok, gastheer. Ja, je bent van alles. Schoonmaker. Ja, schoonmaken en technische dienst. En, Wat vind je het leukst? Het leukste natuurlijk de contact met de mensen. Daarvoor doe je het dan echt. Dus de verhalen van de mensen. En als mensen enthousiast hier weggaan en ze hebben een leuke avond of nacht gehad. En daar doe je het voor. Dus en dat geldt eigenlijk voor de camping en voor de B&B ook en voor de groep ook. Ja. En als jullie nou zo terugblikken op jullie verblijven, die zijn hier dan al wel vaker geweest. Ja. Maar wat voor een cijfer zou je dan geven voor deze bed and breakfast? Dus nou, ik ben niemand die tienen geeft, maar voor mij een dikke 8. Dikke 8? Ja. Ja. Bijna 9. Bijna 9. Ja. En wat maakt dat nog net geen 9 is? Nou, dat is lastig. Dit zit meer in mezelf. Dat zegt niks over de bed and breakfast. Ja, en als er iets is, hoeft het maar te zeggen. Dan, wordt opgelost. Ja. Ze doen er iets mee. Ja, dus je raadt eigenlijk. Ik heb allemaal vrienden. Ja. Dus je raadt eigenlijk mensen aan om gewoon eens een dag hier te komen. Ja, gewoon proberen. Ja. Nou, en ik vind een 10. Sorry, wat zei je? Ik vind dat het wel een 10 was. Ja? Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, nou, mooi. Waar ben je het meest trots op? Het meest trots is dat we eigenlijk alles zelf doen. Dat vind ik eigenlijk het, de hele boerderij is door mijn schoonvader en mijn Huub, die zijn vooral heel handig. En dat je het allemaal zelf allemaal doet, dat maakt eigenlijk het meest trots. Zeggen, ook als je zo'n gebouw, ben je 2 uur of 's avonds in het weekend ben je met 2, 3 uur altijd mee bezig. En als je dan zo'n gebouw helemaal afrent en de mensen zijn tevreden. Ja, dat is natuurlijk een mooi gevoel. Ja. 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 Dus daarvoor doe je het ook, denk ik. Ja, ja, leuk. Ja, ik zag denk ik net je vrouw langs lopen. Leuk. Ze keek zo mooi om de hoek. Ja. Ja, leuk dat je dat met elkaar doet. Hebben jullie ook kinderen? Ja, ja, we hebben 2 kinderen. Ja. En mijn zwager die heeft ook die pasgeboren. Oh, ja, dat zag ik, ja. Ja, precies. Ja. Meisje. Dus de opvolgers zijn hopelijk in de maak.